We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. En deze week een uitblinker. Die vorig jaar maart bij mij in de podcast zat. Daar gaan we zo over praten. Net zo hard geraakt, of misschien ook niet. Zijn naam. Von Jip, beter bekend voor de vrijdagluisteraars bij de gigs als de tip van Jip. In 2021 sloot hij zijn sushizaak Sushi Samba. Maar was dat misschien een goede deal? En hij bezit nog steeds horecazaken zoals Majestic, Café Zwart, Jip Fellows, Europub, Simply Flish en de Foodhallen in Scheveningen. En de afgelopen 2 jaar was een echte rollercoaster. Klap op klap moest hij verwerken. Maar hij laveerde tussen de stormen door. Maar hoe doe je dat? Door de stormen heen laveren. In ieder geval zoals een echte ondernemer dat betaamt op het honk zitten. En deze uitzending wil ik weten hoe hij deze tijd heeft ervaren. Hoe hij als ondernemer omgaat met de harde klappen van de overheid. En hoe houdt Von Jip altijd het hoofd boven water? Een korte introductie over Von Jip. Geboren op 30 juli 1969 in Tilburg. 52 jaar dus. Later verhuisd naar Zeeland, waar zijn ouders een paar Chinese restaurants runden. Groeide op in Zeeland, samen met zijn ouders, zusje en 2 broers. Jip begon in het Chinese restaurant van zijn ouders. Op 14-jarige leeftijd stopte hij met school. Het duurde hem allemaal te lang. Begon met werken. Onder andere op de visafslag in Vlissingen, als barman in diverse discotheken. Maar hij was ook parkeerwacht. Zonder opleiding begon hij als 19-jarige zijn eerste café in Goes. Café Bubbles. Zijn vrouw is Helene, hij heeft stiefkinderen en die wonen in Goes. Hij werkt gemiddeld, dat zegt hij in ieder geval, 17 uur per dag. Ik weet niet of dat waar is, ik denk dat het meer is. En in 2021 zei Von ooit tegen mij iets heel bijzonders over de horeca. En daar wil ik het met hem over hebben. En hij is ook een van de vaste juryleden van Dragon's Den. Dus hij investeert af en toe in start-ups. Is dat therapie of is dat ook zinnig? En een paar befaamde quotes van Won. Let op, daar komt hij. Onderwijs is de corona brandhaard, doe daar wat aan. Won Jip over horeca na lockdown. De helft zal technisch failliet zijn, een kwart redt het niet. Dat zei hij in december 2020. In Den Haag zitten angsthazen. Als ik failliet ga, is 95% van Amsterdam failliet. En ik ben drukker dan ooit met het niet verdienen van geld. En nog een befaamde uitspraak van hem. We creëren zombiebedrijven. En de heropening van de terrassen, dat zei hij in april 2021, dat was alleen voor de moraal. Ik was Avenders, was op Instagram zichtbaar. Ik was daar met Rico Verhoeven en wat zakenmensen. En we waren daar voor werk. Kijk, ik kan er niet al te veel over zeggen. We zijn aan het kijken of we doen wat dingetjes met samen met Rico Verhoeven. En we moesten in Vegas wezen, ook voor wat opnames en al. Er zijn wat interviews gedaan met Amazon Prime. En moesten wat locaties bekijken. Ik heb nog wat vastgoed dingetjes lopen daar, die wellicht afkomen. Kijk, ik was zelf al 3-4 jaar niet geweest in Vegas. 4 jaar bijna. Dus het was wel weer even thuiskomen als het ware. Er is veel gebeurd in de tussentijd. Veel nieuwe ontwikkelingen. En ook je contacten warm houden. Want ja, kijk, je moet verder, hè. Ik bedoel, onze core business is horeca in Amsterdam binnen de grachtgordel. Maar daarnaast hadden wij ook heel veel nevenactiviteiten. Wij zijn nog wel partner, of tenminste, ik ben nog wel partner bij Sushi Samba. Wereldwijd dan. Ja, dus ik moest toch even links en rechts mijn gezicht zien. En kijken of we toch nog wat andere dingen kunnen doen. Ja, maar je zegt heel veel dingetjes en datjes en alles is een dingetje. Maar ik heb natuurlijk ook jouw filmpjes gezien. Ik zag vooral filmpjes dat je in een discotheek was, dat je het naar je zin had. Met Jello Bombs en zo, maar dat is leuk om naar te kijken. Maar Rico stapt niet zomaar in het vliegtuig om even naar Vegas te gaan. Dus dan ga ik nadenken. Denk ik naar Vegas. Dan denk ik Conor McGregor fights. Grote show-off. Kunnen we iets verwachten dan? Dat Rico in de toekomst ook iets anders gaat doen daar? Dan alleen maar in Glory een gevecht in Ahoy of in de Arena? Is dat waar we naartoe gaan? Laat ik het zo zeggen, Yves.
We leven in een wereld dat alles mogelijk is. Zowel positief als negatief. En nou, we hopen dat dit positief is. En we zijn gewoon met iets bezig. Alleen ja, ik ben niet degene die dat moet lanceren. Dat zal Rico eerdaags wel zelf doen. Oké, en wanneer ongeveer gaan we daar iets over horen, denk je? Sneller dan dat je denkt. Niet vandaag, toch? Nee, niet vandaag. Nee, maar oké, maar we zijn altijd op zoek naar een mooie zin. We krijgen sneller nieuws over Rico dan verwacht. Ja. Oké, maar aan de andere kant vind ik ook het sympathieke van de horeca. Een klein familiebedrijfje die het gewoon leuk vindt om welke stad in Amsterdam of in Nederland. Die begint een winkeltje met misschien 10.000 euro, misschien zelfs minder. En dat is een leven voor die mensen. Zeg ja, maar nu ga je het romantiseren. Nee, oké, maar er is niks leuks in de horeca. Hè? Iedereen heeft het soms leuk, gezellig, ja, aan de voorkant van de bar. Maar aan de achterkant van de bar is het gewoon big business. En ja, is er geen plaats voor romantisch gedrag. Oké, dus, maar zo kijk ik ernaar. Dus jij zegt eigenlijk, de romantiek van het beginnen van een horecazaak, dat is failliet. Ja, zeer zeker. Ja, dus dat is misschien een harde conclusie, maar het is ook duidelijk. Laten we even het volgende doen. Dus Jip gaat naar Den Haag. En jij komt gewoon aan tafel bij Rutte en de desbetreffende verantwoordelijke minister. Zij willen het oplossen. Het is niet, ik heb niet het idee dat ze het helemaal niet willen oplossen. Maar ze pakken wel heel makkelijk altijd die horeca. Dat is om de een of andere manier de makkelijkste hamer om op te rammen. Wat zou jou dan jouw voorstel zijn aan de heren? Ik zou hem anders insteken. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Kijk, de mensen hebben totaal in Den Haag totaal geen idee welk leed ze veroorzaken. Het gaat om leed. Laten we het niet hebben over geld. Nee, precies. Welk leed? 36 openingsscenario's. Dicht, open, restricties. Ze hebben geen idee welk leed ze veroorzaken. Kijk, we hebben het nu over de scholen. We hebben het over kwetsbare kinderen. Ik hoor niks over de horeca, kwetsbare gezinnen die ze nu gecreëerd hebben. Hmm. Mensen die overspannen worden. Mensen die niet meer willen, niet meer kunnen. Daar hoor ik niks over. De nevenschade. Ja, ja. Dus daar zou ik meer de nadruk op leggen. Van, goh, jongens, wees eens redelijk. Luister eens. Ja, misschien heel plat gezegd. De ambtenaren werken thuis. Met een thuiswerkvergoeding van 363 euro netto. Ja, die vinden het prima. Maar wat als die mensen ook 25% inleveren? Dan vinden ze het niet meer prima. Op een gegeven moment worden die mensen ook geraakt in de portemonnee. Zolang natuurlijk iedereen niet geraakt wordt in zijn portemonnee, ja, haalt iedereen zijn schouders op. Maar zo egoïstisch is het geworden? Geef die Hugo de Jong alsjeblieft 5 jaar salarissen mee en weg. Ik bedoel, als ik een werknemer heb die niet functioneert, kan ik hem ook niet ontslaan wegens dwingende reden, ontslag op staande voet. Nee, geef hem 5 jaar salarissen mee, want hij komt toch nergens meer aan de bak. Mark Rutte komt nog wel ergens aan de bak, maar die jongen die komt toch nergens meer aan de bak. Dat kan toch niet? Nee, maar we hadden het de vrijdag in de podcast over dat het een fenomenale acteur is. Ja, je zult het gewoon, en dat voorspel ik je zult het echt op een andere boeg moeten gooien, want anders blijft dit gewoon dooretteren. Ja. Maar wie gaat die boeg organiseren? Ja, kijk, aan de andere kant denk ik dat je maar één vonkje nodig hebt nu. Oh, die hebben we wel gezien, toch, in Rotterdam? Ja, nee, niet in die context bedoel ik het. Je hebt eigenlijk maar één vonkje nodig straks. En dat het, daar geloof ik gewoon in, en dat het dan wel naar links gaat straks of naar rechts. In ieder geval niet de richting. Maar welk vonkje bedoel je dan? Ik kan het niet met woorden uitdrukken. Ik denk dat er gewoon iets gaat gebeuren en dat het dan klaar is. Ja, ja, oké, dus iets. Maar iets. Je weet niet wat dat iets is. Maar praat je dan over een revolutie? Nee, helemaal niet in die context. Maar in stilte. Gewoon dat er straks iets gaat gebeuren. Dat je zegt van, wat eigenlijk heel simpel is. Waar de mensen wel houvast aan hebben. En wat een kentering gaat veroorzaken. En dat is ook heel simpel, hè? Want het is ook simpel op te lossen. Wilt u de hele podcast beluisteren? Ga dan naar dekapiteindelijn.nl. En word kapitein. En dan zeggen we tegen u, molto buon dia, capitao.
Ik dank u voor het luisteren en hopelijk wordt u ook lid van onze beweging De Kapiteinenlijn. Tot snel.